Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met... Gunilla Kleiverda. Vorige week nam ze na 30 jaar afscheid als gynaecoloog in het Flevo ziekenhuis in Almere. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die 30 jaar Flevo ziekenhuis, daarvoor 6 jaar burgerziekenhuis Amsterdam. Als u nou terugblikt op al die jaren, waarvan zegt u nou, ja, daar ben ik echt trots op? Nou, ik ben trots op dat het zo'n prachtig ziekenhuis geworden is. We begonnen natuurlijk in 1991 met een heel klein ziekenhuisje. Waar we starten met 3 gynaecologen. Inmiddels hebben we 12 gynaecologen. Het is een opleidingsziekenhuis geworden. Een opleidingsziekenhuis betekent dat je goede kwaliteit van zorg moet leveren. Dat moet je overdragen aan de nieuwe generatie. Het houdt je ook scherp dat je opleidingsziekenhuis bent. Dus daar ben ik heel erg trots op dat we als een van de eerste vakgroepen ook de opleiding voor verloskundige gynaecologie van de grond hebben gekregen. En er is veel gebeurd binnen de verloskundige gynaecologie, binnen het hele ziekenhuis. Als ik kijk van waar ben ik trots op? Nou, dat is bijvoorbeeld dat we hele mooie poli hebben voor vrouwen met overgangsklachten. Maar ook een poli hebben voor zwangere vrouwen die in een moeilijke situatie zitten. Die extra zorg behoeven met maatschappelijk werk samen. Dat we onze eigen abortuspoli hebben in het Flevo ziekenhuis. Waar vrouwen met een ongewenste zwangerschap ook terecht kunnen. Dus op heel veel verschillende vlakken leveren echt hele goede kwaliteit van zorg. Ja, als ik het zo hoor, bent u vooral trots op dat het zo compleet is. Ja, complete zorg. Vrouwen kunnen met alle klachten, problemen in het Flevo ziekenhuis terecht. En worden ook goed geholpen volgens de laatste stand van de wetenschap. Maar ook door verloskundigen, verpleegkundigen die heel erg invoelend zijn, waar ik altijd ontzettend plezierig mee heb samengewerkt. Velen die er ook al heel lang werken. Ja, u noemt heel veel punten, maar als u nou persoonlijk kijkt, wat vindt u nou echt het allermooiste aan dat vak van u? Het mooiste is dat vrouwen je vertrouwen schenken als zorgverlener. En dat is heel bijzonder. En door het vertrouwen wat je krijgt van vrouwen, kun je ze ook weer een stapje verder helpen. Met baas in eigen buik worden. Want dat is eigenlijk het thema geweest ook van mijn afscheid. Ja, wat klopt. Was vorige week, hè? Ja. Rond deze tijd. Ja, baas in eigen buik, anno 2021. Met daarbij de vraag, hoe is het gesteld met de autonomie van vrouwen? Ja. Nou, u zei van, daar heb ik zelf voor gekozen, voor die insteek. Als u nou antwoord moet geven op die vraag, wat zegt u dan? Er is veel verbeterd sinds de Dolomina's en wij vrouwen eisen zo'n 50 jaar geleden de straat op gingen met leuzen op hun eigen buik geschreven. Maar abortus staat bijvoorbeeld nog steeds in het wetboek van strafrecht. Wat consequenties heeft. Dus in de abortuszorg moeten vrouwen nog steeds 5 dagen verplicht nadenken voordat ze behandeld kunnen worden. Dus het is wel de vrouw beslist, maar de abortuspil bij de drogist, dat is absoluut nog niet het geval. Maar is dat dan zo erg in de praktijk dat er nog steeds in het wetboek van de strafrecht staat? Ja. Waarom is dat erg? Vrouwen kunnen bijvoorbeeld niet naar hun huisarts toe voor een behandeling bij een ongewenste zwangerschap. Ze dus moeten daar. Ja, maar goed, daarvoor moeten ze reizen, soms ver reizen. Je zal maar op de Waddeneilanden wonen of in Zeeuws-Vlaanderen. Ja, en die 5 dagen steekt u dat ook? Want er kunnen natuurlijk ook vrouwen bij zitten die al lang hebben lopen twijfelen waardoor het maar doorgaat. Ja, vrouwen weten zelf wat ze willen en wat ze nodig hebben. En het is uiterst betuttelend om daarvoor 5 dagen bedenktijd nog eens een keertje verplicht te stellen voor vrouwen die al een beslissing hebben genomen, daar zorgvuldig over nagedacht hebben op het ogenblik dat ze zich melden bij een abortuskliniek. Ja. En dat is ook strijdig met het advies van de World Health Organization. En bovendien, hoe vroeger vrouwen geholpen worden, hoe minder kans op complicaties. Ja. U noemde het al, hè, dat wetboek van strafrecht waar abortus nog steeds in staat. U maakt zich daar al langer sterk voor om dat toch anders te krijgen, om dat eruit te krijgen. Hoe optimistisch bent u dat dat nou binnen nu en pak een beetje 10 jaar lukt?
Nou, er ligt nu wel een voorstel om de abortuspil bij de huisarts beschikbaar te maken. Dat lijkt ook grote politieke steun te krijgen. Dus dat is in ieder geval een eerste stapje op weg. Ik maak me wel zorgen over alle anti-abortusbewegingen die er gaande zijn in Nederland. Vroeger waren we er trots op dat we onze abortuskliniek hadden. Mm-hmm. En nu moet je met bijna een buddy meenemen om een abortuskliniek binnen te komen. Ja, precies. Dan heeft u het over mensen die daar staan te demonstreren. Vrouwen verkeerde informatie geven en vrouwen schuldgevoelens aanpraten. Dus er moet echt nog een heleboel gebeuren in Nederland. Maar die hebben natuurlijk ook vrijheid van demonstratie om daar te staan. Ja, maar niet vrijheid om vrouwen lastig te vallen. Dat doen ze? Ja, dat doen ze echt. Vindt u dat die protesten verboden moeten worden? Nou, ik denk dat er in ieder geval een straatverbod moet komen. Het is schandalig dat je echt een buddy mee moet nemen om veilig een kliniek binnen te komen. Maar staan ze in Almere ook? In Almere gelukkig niet. Okay. Nou, zullen ze me niet op idee brengen? Ik heb begrepen dat de afstand al breder is. Hè? Dat zal op een grotere afstand moeten staan. Ja, dat is in ieder geval een eerste stap. Maar dat is nog niet genoeg, zegt u? Nee. En ik denk dat het hele klimaat in Nederland moet veranderen. Dat we wat minder negatief ten opzichte van abortus staan. En vrouwen zijn zo verstandig om te kiezen om de zwangerschap af te breken, mm-hmm, als ze zien dat ze niet voor een kind kunnen zorgen. Nee, maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen van ja, je hebt het wel over het begin van leven, ja, waar je aankomt. Het spiraaltje. Snapt u dat? Het spiraaltje is ook het begin van het leven. En als dan, zou dat ook niet moeten mogen? Dan zou dat ook niet mogen. Of allebei wel, of allebei dan moet je dus echt, als je zegt. En uiteindelijk is het de vrouw die wel gezondheidsrisico's loopt met het uitdragen van een zwangerschap. De kans om te sterven klinkt eventjes heel cru, maar ja, bij het uitdragen van een zwangerschap is veel groter dan als je een zwangerschap afbreekt. En ze zijn nog altijd de vrouwen die zwangerschap moeten uitdragen. Toch heeft u dan wel een enorm tegenstrijdig vak. Om de ene kant helpt u vrouwen om zwanger te worden of in de begeleiding. En ook om het af te breken. Dat zit allemaal in één persoon. Je helpt vrouwen. Je helpt vrouwen in een situatie. Ja, dat staat centraal. Ja, maar wel twee kanten op. Ja, maar je wilt vrouwen helpen. En dat is het mooie van dit beroep van gynaecoloog zijn. Ja. En wat ze willen, het gaat erom dat je ze ondersteunt. En dat is het mooie wat je kunt doen als gynaecoloog. En wat we ook doen in het Veverziekenhuis. Ja. Ik wil nog even met u naar het buitenland. U bent ook actief geweest voor Women on Waves. Dat was een boot. Die kwam bijvoorbeeld bij Ierland aan de rand van de grens liggen op het water. Daar kon die vrouw dan wel hun abortus krijgen. Ja, heeft u ook gedaan? Vaart die boot nog steeds? We hebben verschillende acties gedaan met Women on Waves. Dus dat is inderdaad met een boot gaan naar een land waar abortus verboden is. Daarvandaan neem je vrouwen mee naar internationale wateren. Daar kunnen ze op zee de abortuspil slikken. Dat is natuurlijk een heel klein aantal vrouwen wat je daarmee helpt. Maar wat we wel doen, is daarmee stimuleren we de pro-choice bewegingen. Dus die abortus wil legaliseren in een land. En met als gevolg dat bijvoorbeeld in Portugal abortus gelegaliseerd is, dat het in Ierland gelegaliseerd is, dat je in Spanje niet meer naar een psychiater toe hoeft. Ja. Dus, en daarnaast hebben we een ander project, Women on Web, medicamenteuze abortus via het internet, waarmee we inmiddels meer dan 100.000 vrouwen all over the world geholpen hebben met medicamenteuze abortus. In landen waar abortus verboden is. De abortuspil dus. Ja, de abortuspil. Precies. Even terug naar Women on Waves. Want in al die jaren dat u daarvoor werkt, u heeft heel wat meegemaakt. Hè? Ja, want u bent ook meegegaan. U heeft vastgezeten, havens uitgezet. Ja, en u hoort natuurlijk heel schrijnende verhalen van vrouwen. Ja. Wat doet dat met u als persoon, als vrouw? Nou, het maakt me strijdvaardig om door te gaan om voor de rechten van vrouwen te strijden en daarvoor op te komen. Zowel in Nederland als internationaal. Ja. Is er daarna nog wel contact met die vrouwen? Ja, dat is ook een project dat we willen starten om daar nog een boek over te schrijven. Maar we hebben via e-mail altijd contact. En we hebben zo ontzaglijk veel positieve reacties gekregen van vrouwen. Van hoe belangrijk het is geweest voor hen om op deze manier geholpen te worden. Zeker als ze wonen in een land waar abortus niet toegankelijk is. Maar we moeten ook kijken naar Nederland. Hè, waar niet verzekerde vrouwen bijvoorbeeld, die geen €500 kunnen betalen voor een abortuskliniek, heel moeilijk hulp kunnen vinden in Nederland. Ja.
Nog dus wat zegt u? Daar moeten we een potje voor gaan bedenken? Nou, dat doet Wim en Oweefs momenteel in Nederland. We hebben een abortuskliniek in Amsterdam, in het Oude Burgerziekenhuis, waar we niet verzekerde vrouwen helpen. En op deze manier dragen we ook in Nederland ons steentje bij in de praktische hulpverlening, naast dat we ons blijven inzetten voor de legalisering van abortus en in Nederland abortus uit het wetboek van strafrecht. Ja, heel mooi. Dus u zegt we, want u gaat hier dus mee door. Ik ga hier mee, jouw hoor. Als gynaecoloog. Maar u gaat niet rustig achterover leunen. Met actievoeren ga ik door, zeker weten. Ja. Okay. Hartstikke mooi. Dank voor dit gesprek. Gunilla Kleverdaas nam vorige week na 30 jaar afscheid als gynaecoloog in het Flevo Ziekenhuis in Almere.